Goedemorgen, het is vandaag maandag en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben natuurlijk een week niet geweest en een week heel kort, maar we gaan een weekje naar de Ardennen. Dus ik dacht, ja, ik vind het wel leuk om weer eventjes te filmen. Heel eventjes naar de apotheek geweest en ze heeft even lekker een donut gehad. En we zijn nu weer thuis. En aangezien wij met z'n zevenen weggaan, hebben we maar even een aanhangwagen gehuurd, want anders past het niet. Het is een beetje warm hier. 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 Het is koud, sorry schat. Ja, sorry schat. Nou, we zijn aangekomen in het huisje. Ik ben heel benieuwd naar hoe het eruit ziet. Oh, koud. Waar is de voordeur? Ach, dit is zo leuk huiselijk. Dat is de keuken. Dat is mama met Mila. Zeg je nou? Nee, niet. Oké, Selena, kom, we gaan even kijken wat het allemaal is. Oh, een wc. Oh, ja, ja. Lekker, sauna. Mijn kamer dus. Oké, dit is een slaapkamer. En dit is de slaapkamer. Ik wil Alicia even zien. Nou, lekker toch? Lekker warm. Nou, dit is dus een slaapkamer ook. En een badkamertje nog. Met een bad. Ja, en hier zie je mij natuurlijk heel deze week in. Ik weet niet of die goed is, waarschijnlijk niet. Maar als je elke dag heel eventjes gaat, verder is hier lekker je lichaam. Zo, dit is naar heel mijn tas. Die zit vol met de voeding van Mila. Dus ik heb alles uit moeten kloppen, maar dit moet echt opnieuw gaan wassen, want ik krijg het er niet meer uit. Ik ben net onder de zonbank geweest. Ja, je ziet helemaal niks. Ik ben nog steeds wit. Maar dat komt omdat ik er maar 3 minuten onder heb gelegen. Want ja, ik scheet echt 100 kleuren in mijn broek. Ik hoor dat ding alleen maar kraken. Dus ja, dan zie je. Dan kan ik eindelijk ergens elke dag onder de zonnebank. En dan ga ik niet omdat ik 7 kleuren in mijn broek scheet. Ja, het was echt eng. Dus ik ga lekker slapen. Moeten we hierheen? Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En wij zijn lekker naar buiten. En dit is echt zo'n belachelijk mooie plek. Dat klopt. Dat zou ik ook hebben. Als ik dit zou zien, zou ik ook nog een Alicia. Alicia, ja. We gaan naar Alicia toe. Waarschijnlijk zien jullie het nog. Ik heb net even mijn wenkbrauw geëpileerd. Aangezien mijn oma altijd 100 foto's gemaakt. Ik dacht, nou, laat ik even mijn wenkbrauw epileren. Maar het is helemaal rood. Maar ja, goed. We gaan lekker even een mandeltje maken. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear.
moeder en mijn oma die gaan even lekker wandelen. En wij gaan lekker zwemmen. Yay! Serena, wat doe jij? Ja, ga je kijken, maar dat mag toch niet. Dus Serena al heel erg raar naar mijn ogen kijken. Dus ik dacht maar mezelf, wat doet zij? Dus nu kom ik net hier zo in het hokje. En nu begrijp ik jou waarom, want heel mascara dit was uitgelopen. En ik zag mensen dus ook al een beetje raar kijken. Dus die zullen waarschijnlijk hebben gedacht, jeetje, ik heb geen doekje om even mijn gezicht schoon te maken. Maar daar heb ik bij, maar ik was het gewoon vergeten dat het moest. Ja, doei! Ik heb kind een ijs laten eten, bijna in de winter. En ook nog eens zo'n kind die het niet accepteert als mama probeert af te likken. Oh nee! Ach, je geniet ervan. Oh my god, ik weet niet wat ik met mijn teen heb gedaan, maar lekker wel gekneusd. Of zoiets, weet ik veel. Ik was enthousiast van de glijbaan, denk ik. Jullie denken vast wel, wat een dramatisch wijf. Oh, dat doet echt pijn hoor. Moet je nagaan, zo'n klein teentje. Oké, poging 2. Ik ben het weer anders onder mijn geweest. Ja, je ziet niet zo heel heel. Maar het was wel gewoon lekker warm. Het is hier echt ijskoud. Maar ik keek dus ineens naar beneden. Naar mijn tenen. En mijn teen is echt super blauw. Dus ik ben benieuwd hoe dat er morgen uitziet. Maar voor nu, ik ga even lekker slapen. Want Mila die moet naar de fles. Dus ik moet dadelijk weer wakker worden. En dan hoop ik dat ik een goede nachtrust heb. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Oh nee, het is woensdag. Ja, het is woensdag. Zo eentje blij staan om te poetsen. En ik heb zo verschrikkelijk geslapen vannacht. Ik heb van 9:30 tot 11:30 geslapen. Van 12 tot 1. En van 3 tot 4:30. Maar dit kleine mormortje die wilde heel nog bij slapen. Dus ja. Ik deed lekker bij Omi en Alicia geslapen. Oh, dit is zo lief. Dit is van Selena nog geweest. Och. Eigenlijk gezellig met z'n allen fietsen. Daar een kind. Hier lekker een kindje slapen. De oma die gaat een foto van ons maken. Lekker gefietst. En we gaan nu eventjes wat eten en wat drinken. Dus de weg aan te kijken tegen die draaien. Ik moet ook op de vlog dan, hè? Niet voor niks dat ik film. Toch, oma? Ja, die ben ik kei. Maar moet wel gaan. Nog een boot. Een hele grote boot. Een kleine boot. Kijk, mijn stoere oma is van 80 bijna. Oud is ze 77. Omhoog fietsen. Ach. Zo, we zijn eindelijk weer thuis na een fietstocht van... We gingen 11:15 weg, het is 13:30. Dus dik 2 uur. Ja, de meiden hebben het echt super goed gedaan. Zij heeft merendeels geslapen. En Selena, die heeft lekker bij oma op de fiets gezeten. Dus we zijn nu lekker thuis. Gaat ze lekker naar bedje toe. En Mila krijgt lekker de fles. Oké, let niet op mijn ingelakte nagel. Maar ik dacht dat meteen was gekneusd. Nou, zo paars is die dus. Of blauw, weet ik veel. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En wij gaan naar de markt toe. Zie je hem? Nee, wij ook niet. Want daar is blijkbaar helemaal geen markt hier. Dus we zijn er niks hierheen gereden. Dus we gaan nu naar de markt toe. Nou, gezellig hoor. Dit is de markt geworden. Ja, een leuke markt. Hey, wat vind je de kinderen nou meer plezier mee? Ja, de kinderen wel, ja. En vooral mij. We zagen één kraampje staan, dus we dachten, kom, we gaan maar naar de eerstvolgende speeltuin die we tegenkomen. We zitten ondertussen alweer een half uur drie kwartier in de auto.
maar staan. Kom maar staan. Oh, 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 oh. Oh. Je kind heeft gedronken. Gezwommen, hè? Was leuk, hè? Zijn we van de glijbaan afgegaan. En nu ga ik weer lekker naar het huis toe. Dan gaan we lekker eten. En lekker slaapjes doen, hè? Zo, hoppakee. Oké. Spooky. Zo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En zoals jullie net hebben gezien, sliep ik vannacht met twee kinderen. En dat is echt heel erg shit. Ik heb van 10 tot 1 geslapen. En daarna werd ik wakker door Mila. En om 2 uur kwam Selena bij me liggen. En die heb ik uiteindelijk overgelegd. Toen kwam om 3 uur kwam Mila bij me liggen. En Selena werd teruggelegd. En nou, zo bleef het dus doorgaan. Uiteindelijk kreeg ze om 7 uur de fles volgens mij. Dus ik ben echt kapot. Want ik heb dus gewoon letterlijk van 1 tot 5:30 wakker gelegen. Daarna heb ik even een uurtje kunnen slapen. En daarna heb ik de fles gemaakt. En daarna heb ik niet meer geslapen. Toen werd Selena ook wakker, dus die is ook vet chagrijnig. Dus mijn wallen worden steeds erger. En ik zie ook dat ik weer een buis heb gekregen. En dat is echt best wel lang geleden. Maar dat komt eigenlijk omdat ik 2 weken geleden weer voor het eerst ongesteld ben geworden na een jaar. Dus dat is echt shit. Maar ja, ik krijg weer lekker puisten. Ik word er ook niet beter op. Ik heb mezelf even eraan toegezet om heel eventjes naar buiten toe te gaan. Ook al was het wel heel veel moeite, maar ja, ik ben niet de enige die slecht heeft geslapen. Want Selena heeft ook best wel een slechte nacht achter de rug. Is ook heel veel wakker geweest. Dus ik denk, ja, het is een beetje chagrijnig. Dus ik dacht, ik ga even lekker met haar naar buiten. En die is lekker aan het spelen. En Mila die slaapt. Maar dat is wel fijn. Ik denk, dan kan ik even Selena ook wat aandacht geven. Al lijkt zichzelf heel erg goed te vermaken. Met een stok. Zo, we zijn ondertussen alweer bij het derde speeltuintje. Leuk, hè? Ja. Leuk, ja. Schommelen met mama. Nog. Zo, wij gaan even een middagdutje doen. Mijn moeder, Arno en Alicia die zijn lekker aan het fietsen. Mijn oma die is hoogjes met Mila aan het lopen. Eeuw. Dus wij gaan nu slaapjes doen. Toen staat een mooie foto zo, hè? Van prachtig. Oh!
Wat denk jij? Hier! Dag. En wij zijn ons aan het klaarmaken om naar het speelpaleis alweer te gaan. Maar dat komt omdat die dame daar zin in heeft. Dus ja, als één laatste dagje. Morgen gaan we sowieso niet zo heel veel doen, denk ik. Omdat we morgen natuurlijk naar huis toe gaan. Oh. Doei! Dag! Pas op voor je vingers, pas op. Ja, 6 KO. Oef. Zo, we gaan lekker met z'n allen in het treintje. Dat is gezellig. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Het was een lange tocht en heel veel tegenwind. Morgen! Het is vandaag zondag en helaas onze laatste dag hier alweer. Dus wij gaan dadelijk even de spulletjes inpakken. Dan gaan we alweer naar huis toe. Toch, Selena? Toch, Selena? Zo, ik heb net lekker een maskertje opgedaan en even onder de zonbank geweest. En we zijn nu alle spullen aan het inpakken. Mila die krijgt nu een fles. Misschien is het lekker met Omi mee te eten. Zo, het is ondertussen 2 uur en wij zijn klaar om weer te vertrekken. Dus alles is weer ingeladen. En ik ga nu stoppen met filmen, want Mila die heeft een stofzuiger nodig volgens mij. Ja, oma is er al stil. Oma is er al stil. Ja, ik vind het wel heel goed. Gaan we het over iemand lopen? Maar wat is het? Je dochter is stil, hoor. Ja, gelukkig. Zo, goedenavond. Het is 7:15 en we gaan eventjes snel wat eten. Arno die gaat eventjes de spullen uitladen en weer opruimen. En Mila die heeft eigenlijk heel goed gedaan. We hadden alleen een koude fles en dat vond ze niet zo erg lekker. Selena die heeft helemaal niet geslapen, dus die is al gewoon vanaf vanochtend wakker. Dus die gaat eten en lekker gelijk naar bed toe. En nu ben ik dus 10 jaar geleden... 2009 of 2010, man? Ja. Oh, nou ja, goed. Waarschijnlijk in 2009 ben ik dus met Arno, toen we net al met Arno had. En mijn broer zijn met z'n vieren ook naar hetzelfde huis toe gegaan. Dus ik heb een foto van toen en een foto van nu. Je moet je maar even kijken. Dus dat is natuurlijk superleuk om... ja, om te zien eigenlijk wel. En dan nu met mijn eigen kinderen. Voor de rest ga ik deze vlog eigenlijk gelijk afsluiten. We gaan dadelijk lekker alles opruimen. En dan hopelijk ook gewoon lekker naar bed toe. Dus ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. En een duimpje omhoog. Volgende week vlog weet ik nog niet zeker weten. Maar dat zie ik dan wel weer. Doei!